dit bedrijf is steeds van vader op zoon groter geworden. Een paar jaar dat ze het uitbesteed hadden, maar nu komt de familie weer helemaal terug samen om weer een heel groot bedrijf van te maken. Omdat we zoveel nevenfuncties erbij doen, kunnen we ook met de logistiek en dergelijke kunnen we toch nog de klant nog beter te hoeven zijn van de vraag en aanbod. Logistiek, hier alles wordt op soort gesorteerd, dan in de desbetreffende machines gedaan en daarna weer netjes ingepakt en per doos weer of hangend afgeleverd bij de klant. De automatisering met robots is in de logistiek een erge opkomst. Hebben jullie ook hier veel aan automatisering? In deze sector van het bedrijf, waar ik dan hoofdzakelijk ben, is visueel en vaak op gevoel toch nog wel dingen, heel veel dingen moet doen. En dat is, blijft denk ik wel. Het zal wel iets geautomatiseerd kunnen worden. Maar ja, goed, wel met zeg maar automatisering, met facturatie en dergelijke, dat dan wel. Wat nu misschien wat meer tijd kost en dat eigenlijk geen tijd meer hoeft te kosten. Dus dat is het verschil. We zijn ermee bezig, want we willen zeg maar een soort in de kleding een soort chippy zetten. En dan kan je eigenlijk met een gewone telefoon, wanneer het programma erin zit, gewoon helemaal langs het bedrijf lopen en er komt alles op je telefoon staan wat er op dat moment binnen is. Maar alles moet dan wel voorzien zijn van een chippy. En wat er niet is, ja, dat blijft dan hangen bijvoorbeeld. Dus dan werkt dat in de productie heel makkelijk. Dan gaat alles automatisch. Maar dat zou misschien op de 10 werknemers één mens schelen. Ik denk dat ze bij ons nog wel heel veel handmatig dingen worden gedaan. Maar goed, logistiek kan er wel, sneller, denk ik. Omdat ze veelzijdig zijn en zeer klantvriendelijk en nieuwe dingen ook proberen, zeker door de nieuwe directrice, dat ze meerdere velden gaat proberen en het vlak wat breder te maken voor ons bedrijf en dat we toch andere dingen kunnen gaan blijven doen waar dan op dat moment vraag en aanbod is en het bedrijf is groot genoeg om alles te kunnen realiseren.